FC Utrecht, dat is vast een club. Vieter van Amgooi, allereerst van harte welkom hier bij de sportsvereniging. Hoe vind je het om vandaag hier bij ons te gast te zijn? Ja, hele eer natuurlijk, vooral met zo'n wedstrijd. Ik kijk er naar uit. Je bent jouw hele prille carrière begonnen bij HDS uit Leersum. We kennen elkaar daar ook al een beetje van. Wat is jou daar van bijgebleven? Ja, HDS Leersum. Natuurlijk niet heel veel, je was heel jong natuurlijk, maar wel warme gevoelens. Je bent daar begonnen, eerste stapjes op het voetbalveld. Volgens mij de allereerste goal die ik maakte was mijn eigen goal. Weet je, zulke dingen, ja, maar zulke dingen onthoud je voor de rest niet heel veel. Maar, en dan juichend weglopen, weet je. Maar dat is gewoon thuiskomen. Als je daar nu weer komt met de jongens zoals jij en al die andere gasten, is dat thuiskomen. Het is leuk om te horen, jongen. Wat is jou meest bijgebleven uit je tijd hier bij Utrecht? Eigenlijk een beetje hetzelfde. Natuurlijk van Dovo naar die andere club. Waar we de naam niet van noemen nu even. Maar, en daarna van naar Utrecht toe. En voor mij was het een hele grote stap. Maar mede door de trainer Willem van Hanegem toen voelde ik me al snel thuis. En voor mij was het een beetje zonde dat hij daarna snel ontslagen werd. Ja, dat was een beetje mijn tijdperk bij Utrecht. Want opvolgers hadden niet zoveel vertrouwen erin. Maar ik was nog jong en het begin van de carrière. Je hebt hier eigenlijk zo'n pak een beet 9 wedstrijden gespeeld. Hoe is het gekomen dat je hier eigenlijk niet helemaal definitief bent doorgebroken? Nou, ik denk toch wel wat ik net aangaf. Het was het begin van mijn carrière, weet je. En ik was nog jong. En, dus dan moet je nog allemaal dingen weet je, ervaren en spelen. Dat is het belangrijkste. En ik kwam niet aan spelen toe. Dus dan moet je gaan kijken wat het beste is voor je. Zou je hier ooit een keer terug willen komen en zou je het dan anders doen? Natuurlijk. Natuurlijk. Ik had het toen niet echt in eigen hand. Ik zeg niet dat ik hier nooit zou terug willen komen. Helemaal goed. We spelen vandaag tegen onze vrienden van 30 kilometer verderop. Wat verwacht je voor een wedstrijd? Ja, toch wel een intense wedstrijd. Ik denk dat die club van 30 kilometer verderop het goed doet de laatste tijd. De FC ook. We staan bovenin. Dus je kan wel spreken van eigenlijk een topper. Een voorspelling? En ik wil stiekem een 2-1 over. Doe het voor Vito. Hartstikke leuk dat je wil zijn. En ga ze lekker een bakje doen. Sport zo. FC Utrecht, dat is vast een club. FC Utrecht, de wind de wereldcup. FC Utrecht, maakt steeds weer een goal. Utrecht, doorgaan, dat is het parool.